song, Rock Your Mouth, Rock Your Mouth. And we go, other side, en je le rap. Een mens moet zeker nogal kunstig wees om alles in die hele wereld te maken. En dit sonder een foto of een prankie voor jou. Hoe maak jij een vis als het nog niet bestaan nie? Hoe denk jij honderde verschillende groene uit en blaarpatrone bij die duizenden om zoveel verschillende bome te maken? En dan, wanneer die hele wereld gemaakt is, prachtig en ongelooflijk, hoe denk jij een mens uit en maak uit stof uit iemand wat kan denken en voelen en praat? Ik meen, imagine, God het gestop voordat hij ons gemaakt het en teruggestaan en gesê, oh, dis perfect. Dis genoeg, hier is die mensen nodig nie. Nou kan ik die mooie wereld geniet. Ja, ja, ja. Gelukkig het God besluit om mij en jou te maken. Ons bestaan net omdat God gekies het om ons te maken. Ons is hier omdat hij voor ons leven gee. Hy het sy asem in ons ingeblaas. Elke keer als ik asemhaal, is het teken dat God voor mij leven gee. Net God gee leven en hij kies voor mij en voor jou om samen met hom in hierdie kunstwerk van de wereld te leven. Hoe amazing is dit? Wow! In die begin, toe alles donker was, was God daar. Laat daar lig wees, het God gesê. En een prachtige warm gloed jaag toe die donkerte weg. Dit is goed, dink God. Hy het die lig dag genoem en die donkerte nag. En het was aand en het was môre, die eerste dag. Laat daar lig bo die waters wees, sê God. In een wye, blauw, prachtige spasie het die water wat onder is, van die lig wat bo is verdeel. Dit is goed, dink God. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Laat die water saamkom om droë plekke oor te los, sê God. Hy het die droë plekke land genoem en die water see. Dit is goed, dink God. Nou laat haar bome en plante met sare wees, sodat die land met meer en meer van hulle kan wees. Die land het groen en mooi geword en die lug soetgeurig. Dit is goed, dink God, en het was aand en het was môre, die derde dag. Laat haar ligte in die lug wees om dag en nacht van mekaar af te skei en om seisoene, dae, jare en maande te merk, sê God. Die vierige son gee lig tydens die dag en een koel helder maan en blink sterre gee lig in die nacht. Dit is goed, dink God, en dit was aand en dit was môre, die vierde dag. Daar die see en die lig vol wesens wees, sê God, en daar was visse wat swem en voels en skoenlappers wat vlieg oral. Dit is goed, dink God, en dit was aand en dit was môre, die vijfde dag. Laat die land vol wesens wees van alle soorte, sê God, en so diere, langnek of kortstaart, sagte pels of harde skulp, slagtand of snor, het gekruip of gehardloop, of galop, of gespring, of deur bome geswaai. Dit is goed, dink God, en het was aand, en het was môre, die sesde dag. Laat ons nou mense maak om naar die hele skepping om te sien. Hulle sal kreatief en bedaagsaam wees, lief hê en geliefd wees. Nou dit is baie goed. En het was aand, en het was môre, die sewende dag. Hallo, gee my 'n vispamp. Yeah!
Het jij geweet die verhaal van hoe God alles gemaakt heeft, staan in die eerste boek van die Bijbel. En hierdie boek is in die Oude Testament. Wat is die eerste boek in die Bijbelse naam nou weer? Laat ek hoor, yes, ons noem hom Genesis. Die story wordt in die eerste twee hoofstukken van Genesis verteld. Daar wordt verteld dat God in 6 dae alles gemaakt het. So Godse tijd en ons tijd is soms anders, maar die heel belangrijkste van die skepingsverhaal is dat dit net God is wat kan skep, alles maak, dat hij alles goed gemaakt het en dat hij ons en die dieren en die planten en alles met baie liefde maak. Die amazingste is dat hij maak nog steeds elke dag nieuwe dingen. Hoe cool is dit? Nieuwe babiekies word gebore, planten groei. Wat denk jylle maak hulle nog? Maak hy nog? Aha, in die aarde, alles maak God. En hij maak elke dag nieuwe dingen. Elke ochtend wanneer jy wakker wordt, is het teken dat God steeds skep. Okay, is jylle reg vir 'n vinnige vasvraag? Ek gaan die vraag vra en jylle 3 sekondes gee om te antwoord. Roep het sommer lekker hardop uit. Daarna sal jy die antwoord op die skerm sien. Is jylle reg? Ek kan nie hoor nie. Is jylle reg? Okay, vraag nummer 1. Wat het God op die 3de dag gemaakt? Ja, vir die van jullie wat reggeraai het, die land, die see en allerhande groenigheid. Wat het God gezien nadat hij elke ding gemaakt het? Daai ene was vir my ook een bietjie moeilik. Maar ja, God het gesien dat dit wat hy gemaakt het, goed is. Op die hoeveelste dag het God die mense gemaakt? Kom aan julle, ek weet julle kan hierdie ene kry. Jep, julle het dit. Op die 6de dag. Come on guys, hier is nog een vraag. Wat het God gedink van die mensdom, dis nou ons, wat hy gemaak het? Come on. Ja, hy is trots op wat hy gemaak het. Hy is trots op ons. Hy is lief vir ons. Ons is syne. Hy het ons na sy beeld gemaak om soos God te kan wees. God het nie net ons gemaak omdat hy moes of omdat hy ons nodig het om dingetjies te doen nie. Hy het ons gemaak omdat hy lief is vir ons. Hy is lief vir jou. Hy het elkeen van ons precies gemaak en met baie detail. Niks van jou is per ongeluk nie. En verseker nie 'n fout nie. Jy is God se kunswerk. Sê saam met my, ek is God se kunswerk. En hy is baie beïndruk met wat hy gemaak het. Daar is niemand anders soos jy nie. Jy hoor my reg, selfs al het jy 'n identiese tweeling, boetie of sissie, hy kyk elke dag na jou en dink, wow, Marcus, jy is goed. Of wow, Sophia, yes, jy is goed. Hoor jy nog in jou hart hoe hy dit van jou sê? God het jou gemaak, uniek en speciaal. Sit ook hierdie week so bietjie stil in die tuin. Ek weet dit soms moeilik. En vra vir God om jou te wys hoe hy na jou kyk en hoe hy oor jou voel. Jy kan letterlik sê, God, wat dink u van my? Hoe voel u oor my? Wat sien u as u na my kyk? Ek dink jy sal verras wees oor hoe ongelooflik hy weet jy is. Dis 'n spesiale gevoel om te begin agterkom hoe God na jou kyk. Geniet dit. Oh, 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 oh.
allerhoogste God, U beskerm my. Beskerm my. Thank you.